Yo, kijkers! Leuk dat jullie kijken naar een nieuw vlog. Ik ga vandaag 7 manieren hoe je het beste je schoen kan zetten. Doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Ik heb natuurlijk voor deze vlog een pietenpakje aangedaan. Woehoe! Stap 1 is natuurlijk dat je een schoen moet zetten. Daar gebruik je natuurlijk een goed stevige schoen voor. Net nieuw als deze. Je moet de schoen ergens zetten waar de schoen goed zichtbaar is. Zoals hier bij de kast. Want ze moeten natuurlijk goed weten waar ze de cadeautjes in moeten doen. Dus daarom moet de schoen goed zichtbaar zijn. Stap 2 is o zo snel, oftewel het paard van Sinterklaas, goed verwennen. In de schoen doen we natuurlijk een klein beetje hooi, want paarden houden van hooi. Als je wortels erin doet, doe er dan 2 of meer, dat ligt aan jou. Kijk, 1 wortel. 2 wortel. En Massad vindt ook dat het 2 wortels moet. Ik zie hier suikerklontjes voor Americo. Paarden houden ook heel erg van suikerklontjes. Daarom doen we er een paar van in. Doen we er een paar suikerklontjes bij. En suikerklontjes. En paar suikerklontjes. Tot slot zetten we nog een bakje water voor O zo snel neer, omdat hij wel dorst zou hebben. De schoen stopt niet meer recht. Oké, die staat. Tip 3. We mogen Piet natuurlijk niet vergeten, omdat hij zo hard werkt op al die daken. De Piet in het ding. Stap 4. Een tekening en een verlanglijstje. Bij mij in de binnenkant zit het verlanglijstje en aan de buitenkant de tekening. Want Sinterklaas moet natuurlijk niet vergeten wat jij wil op pakjesavond of gewoon nu. Zo, de tekening erin. Stap 5. Niet vals spelen, dus niet 2 schoenen zetten, want dan worden Sint en Piet een beetje boos. Stap 6. Het hele jaar door lief zijn, dan krijg je sowieso de meeste cadeautjes. En als je dat niet doet, dan krijg je de roe. En dat wil je natuurlijk niet. Stap 7 is een liedje zingen. En dan ga ik nu een liedje zingen. Sinterklaas kapoentje gooi. Dit waren alle stappen. Dan ga ik nu mijn pyjama aandoen en lekker naar bed. En dan hoop ik dat morgen een cadeautje op mij staat te wachten. Nou, welterusten. Kijk dan, een 1 euro chocolademunt. Een chocoladeoven, Olivier. Oeh, schuimkikkers. Lekker. Chocoladepepernoten. Zijn ook lekker. En echt alles is weg, zelfs dit bakje is leeg. En als cadeau heb ik een cool boek gekregen. Jullie hebben gekeken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog als jullie ook ooit de smaak van mijn schoen willen proeven. Nee, grapje. De smaak van deze dingen.
Abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik zoals altijd weer. Doei!